Daar zijn we dan weer met de enige echte NEC update richting de bekerwedstrijd van woensdagavond. Hier achter in de Goffert moet het gaan plaatsvinden als er niet te veel sneeuw gaat vallen. De achtste finales tegen Go Ahead dus in de KNVB-beker. Maar eerst gaan we even terug naar die wedstrijd van zondag. Want ik zei nog, er gebeurt altijd iets in de Kuip. Ja, nou, ik denk als je terugkijkt naar de afgelopen jaren was dit nog de meest rustige wedstrijd. Maar uiteindelijk als je terugkomt van een 2-0 achterstand in de Kuip, ja, dan denk ik dat je blij mag zijn met het resultaat. Ja, je zei na afloop, ik ben vooral trots op de veerkracht van de groep. Nee, ja, tuurlijk ben ik daar trots op. Omdat dit Feyenoord heeft ook Atletico Madrid uit. Heeft ook de Lazio Roma thuis, Celtic, op deze manier onder druk gezet. En ja, die hebben daar geen resultaat kunnen halen. En nu laten wij zien, hè, de tweede helft, dat we uit goede hout gesneden zijn. Dat we terugkomen en dat we het ook beter hebben gedaan. Ja, dat is gewoon, denk ik, een compliment waard. Een van de doelpuntenmakers in de Kuip was Dirk Proper. En dan vraag ik me af, ja, was dat nou ingestudeerd? Was dat een bewustje, dat doelpunt? Of? Nou, het was wel ingestudeerd dat ik zeg maar voor de eerste man zou gaan lopen. Maar niet per se om voor de tweede bal te gaan. Alleen omdat de bal best wel ver in de as lag, dacht ik, nou, de kans dat ik die eerste bal ga koppen is niet zo groot. Dus ik dacht gewoon van, oké, ik loop gelijk door voor de, stel je voor dat hij op Bijlo gekopt wordt of hij kwam terug. Dus uiteindelijk viel die perfect. Ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten over Bas Dost. Hè, dat hij nog geen goedkeuring heeft gehad van die arts. En dat zal nog even duren voordat hij weer op het veld staat. En dat was een teleurstelling. Nee, dat klopt. Dat is uiteindelijk zeker voor hem een grote teleurstelling geweest gisteren. Omdat hij denk ik ook het gevoel had dat het juist de goede kant op ging. En dan blijkt bij de controle dat het nog niet zo ver is dat hij gehoopt had. Dus dat is gewoon teleurstellend. En het allerbelangrijkste is uiteraard zijn gezondheid. Alleen het is heel jammer. Nou, dan kun je dus voorlopig heb je maar één spits. Ik kan me goed voorstellen dat jullie dan nu heel erg op zoek zijn naar die tweede spits. Nou, dat is wel iets waar we het over hebben. En we hebben ook eerst gezegd van, nou, laten we eens kijken wat er met Bas gebeurt. Dat zal nu gaan spelen. En het is niet zo dat het allemaal voor het oprapen ligt. Dus daar zullen we de komende tijd naar kijken. Nee, maar het is natuurlijk ook niet iets wat nu gelijk gebeurt. Daar heb je een beetje op kunnen voorbereiden. Dus ik neem aan dat jullie daar wel al intern over gesproken hebben. Ja, alleen ja, weet je wat ik al eerder heb gezegd. Eerst hebben we de situatie met Bas afgewacht. En nu zullen we kijken wat er mogelijk is of wat er niet mogelijk is. Ja, dat zal moeten blijken. Ja, en hoe zit het dan met die andere transfer? Hè? Tafsan werd buiten de selectie gehouden tegen Feyenoord. Hoe zit dat nu met Tafsan? Ja, hij is er morgen niet bij. Hij heeft ook wat fysieke klachten, dus hij is er morgen niet bij. Nee, maar dat heeft meer te maken met wat je zei bij ESPN, van ja, zijn hoofd staat nu ergens anders. Nee, ja, kijk, hij heeft ook nog niet meegetraind weer, omdat hij ook wat fysieke klachten aangeeft. Dus ja, dat is even afwachten hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt. En de komende tijd is tot 31 januari en dan zullen we wel zien hoe we ervoor staan. Ja, want op het moment dat hij vertrekt, dan zal er nog wat bij moeten voorin, toch? Nou ja, daar wordt wel naar gekeken. Dus we zijn aan het anticiperen voordat de zaken misschien gebeuren. En dat zal blijken de komende tijd. Ja, en dan ligt er hier sneeuw buiten de Goffert. Ik heb net even binnengekeken. Nou, het veld is in ieder geval sneeuwvrij, maar het gaat weer sneeuwen woensdag. En er is een oproep gedaan voor sneeuwschuivers. Nou, supporters hebben zich massaal aangemeld. Er zijn al meer dan 65 aanmeldingen. Of trekt Rogier zelf de snowboots aan? Nee, die heb ik niet. Maar volgens mij gaan we sneeuw schuiven. Dus dat komt allemaal goed. En dus even afwachten wat het weer morgen doet. Vanochtend werd ik wakker en er lag er ook weer een pak sneeuw. Was ook niet volgens mij voorspeld. Dus eventjes afwachten. Maar tot nu toe ga ik ervan uit dat het doorgaat. Ik vroeg net aan Rogier Meijer of de snowboots al klaarstaan. Hoe staat het bij jou? Ik heb geen snowboots klaarstaan. Gewoon mijn voetbalschoenen. Maar het gaat weer fris worden. Volgens mij gaat er sneeuw geschoven worden. Dus alles voor een mooie bekeravondje, denk ik. Ja, is het een goede warming-up voor de jongens om mee te helpen met sneeuwschuiven? Of laat je het toch aan, ik heb begrepen, met ons 60 supporters hebben aangemeld aan die jongens zelf? Nee, dat is beter dat supporters het doen. En ook gezien de tijd dat het moet gebeuren. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een fantastisch initiatief en mooi dat dat opgepakt wordt. De laatste keer dat Go Ahead hier op bezoek was, is nog niet zo lang geleden. Hè. Toen werd het 1-1. Wat neemt Dirk Proper mee uit die wedstrijd? Nou, ik denk dat we daar een groot gedeelte van de wedstrijd, volgens mij voornamelijk de eerste helft, heel goed hebben gespeeld. Veel kansen hebben gecreëerd. Alleen waar we tegen Feyenoord zo dodelijk effectief waren, waren we dat in die wedstrijd niet. En ik denk dat je dat nodig hebt, want uiteindelijk vielen de goals daar in de laatste twee minuten, was volgens mij van allebei de kanten.
Ja, ik denk dat wij gewoon ons spel moeten spelen, goed moeten zijn aan de bal en dan de kansen afmaken nu tegen Go Ahead. Ik denk dat we gelijkwaardig aan elkaar zijn en Go Ahead heeft zeker een uitstekend team. Dat heb je ook zondag gezien tegen Ajax met veel fysieke kwaliteiten, maar ook voetballende kwaliteiten. Dus ja, dan denk ik dat het gewoon een gelijk opgaande wedstrijd wordt en geen makkelijke wedstrijd. Dat hoeven we zeker niet te verwachten, maar wel denk ik een mooie wedstrijd. Ja, brengt zo'n bekerwedstrijd dan nog iets extra's? Ja, is toch altijd apart. In voorbereiding niet, maar op de dag zelf. En als je begint aan de wedstrijd, weet je, het is winnen of verliezen. En het is door of niet. En dat is natuurlijk wel altijd wel leuk om te spelen. Goed, trainer Rogier Meijer moet nog even puzzelen. Maar er staan er gewoon 11 op het formulier voor aanstaande woensdagavond. Dan trappen we hier af in de Goffert. Als alles goed gaat, als er niet te veel sneeuw gaat vallen en het veld dus sneeuwvrij is. Om 7:15 is de wedstrijd. RN7 is er weer live bij op de radio. En wij zijn er deze week weer met een nieuwe NEC-update. Dus ik zeg graag tot dan.